Via Facebook krijg ik het verzoek om eens een Caesar salad te maken. Dus dat doen we vandaag, Nelly en ik. Yes! Een Caesar salad is een salade van Romeinse sla. Dat is die hele knapperige salade. Met een dressing van, eigenlijk een soort dunne mayonaise maak je zelf. Van ei en olie en anchovies voor wat diepgang, wat zout erin. En wij gaan er dan later nog een stukje zalm bij grillen. Dus dan is het bijna een volledige maaltijd. Ik had al wat boterhammetjes in de oven gewoon geroosterd. Even met olijfolie en dan 10 minuten in de oven, 200 graden. Dus daar snijden we dadelijk croutons van, die gaan we dan ook nog door. Dus dan hebben we crunch, niet lachen, crunch en zalm en stem wel lekker. Ga ik deze even snijden, wil jij de dressing maken? Er staat daar een beker voor de staafmixer. Okay. Wat gaat erin? Een heel ei. 3 anchovies filets. Een beetje peper. Jij vindt dat ik altijd zuinig doe met de peper, hè? Ja, voor mij mag je wel iets peperiger. Iets meer pit. Iets pittiger worden jij. Oké. Ja. Hop. Een teentje knof. Yes. En hier in dit bakje staat ongeveer 2 eetlepels citroensap. Dat kan erbij. Yes. Nou, dan zet je daar de mixer op. En dan kan er al draaiend de olie bij. Een mooie slakom. We gaan hier die croutons over, of in ieder geval alvast de helft. En je kunt wat citroenrasp daar overheen doen. Nou, dan kan je er ook nog een beetje kaas doorheen doen. En dan alvast een deel van de dressing en dan schep je dat even om. En dan ga ik eventjes die zalm grillen. Ja, je kan dit dus met gegrilde zalm maken, maar ook met gegrilde kipfilet of met grote garnalen is lekker. Of met tonijn. Of gewoon puur zoals salade. Origineel is een Caesar salad niet met deze toevoeging. Maar als je dit erbij doet, dan wordt het gewoon net een iets completere maaltijd. Nou, dan moeten we even die zalm grillen. Ja, hoeft natuurlijk niet zo lang ook die zalm, hè. Ik vind het zelf lekker als hij nog een beetje roze is van binnen. Anders wordt het allemaal zo droog. Nou, die zalm is klaar. Die gaan we daar zo opdressen. Ik zag altijd ook nog even pepermolen. Dan hebben we hier Caesar salad met gegrilde zalm.